De leden van de Surinaamse politiebond gaan morgen de straat op, omdat zij de situatie zat zijn. Bondsvoorzitter Raoul Hellings en penningmeester Sergio Gentel zeggen dat de politie moe is. Gentel benadrukt dat als minister Kenneth Amoxie zich zo blijft opstellen, hij voorbereid moet zijn op oorlog. Je kunt zoveel diplomatie aan de dag leggen als je wilt, maar op een gegeven moment ga je strijd moeten leveren. En wij leven volgens een bepaalde credo. Civis pacem parabellum. If you want peace, prepare for war. En als die minister dus nu deze houding aan de dag legt, it's time for war. Dan zullen we kijken waar we uiteindelijk belanden. Dan zullen we kijken als er dan diplomatie nodig heeft. Want dan is diplomatie nodig, toch? Dus concreet, als ze niet naar jullie luisteren, gaan jullie op straat komen en jullie gaan alles lam leggen. We komen morgen al op straat. Wat er gaat gebeuren gaat afhangen van de respons van de werkgever. Maar voor ons is het in ieder geval duidelijk dat de maat nu vol is. Ja, iedereen zit te kijken. Surinamers zitten te kijken, leden van de politiebond verpauperen. Iedereen verpaupert. Maar iedereen zit rustig te kijken, want het moet heten dat we hebben gekozen voor deze situatie. We hebben gekozen toen, we hebben gekozen hiervoor, dus dan moet je het rustig dragen. En iedereen gaat tekeer op social media. Iedereen gaat tekeer op social media. Dan is het nog boomprijs, DC prijs dat. Maar om hun stem te laten horen, blijf ik bij de conclusie dat Surinamers lak zijn. Het moest in Frankrijk zijn. 2 cent gaat die brandstofprijs omhoog en heel Frankrijk wordt platgebrand. Sergio Gentel, penningmeester van de politiebond en daarvoor voorzitter Raoul Hellings. De algemene ledenvergadering van vanmiddag is verdaagd naar morgenochtend, waarbij alle agenten in uniform zullen lopen van de politiepost Keizerstraat naar het DNA-gebouw.